aan de slag in een werkplaats van NS zonder opleiding. Het kan. Meer parkeerruimte voor treinen, wat heeft Nederland eraan? En een bespaartip voor de winkels op stations. Dit is NS Weekly. Hoi, leuk dat je weer kijkt. Goed nieuws uit het zuiden. Voor het eerst start NS in die regio een opleiding tot NS-monteur. Deze techniekfabriek is een samenwerking van NS en ROC Tilburg. De opleiding start het komende studiejaar in het NS-componentenbedrijf in Berkel-Enschot bij Tilburg. Het gaat onder meer om de opleidingen mechatronica en metaal- en procestechniek. De jonge techneuten worden opgeleid voor onderhoudslocaties in bijvoorbeeld Eindhoven, Roosendaal en Maastricht. Bij NS zijn er flink wat technische vacatures. Deze techniekfabriek is de derde locatie van NS na Amsterdam en Zwolle. Heb je interesse? Ga dan naar werkenbijns.nl. Daar lees je ook hoe het zit met de bijbehorende baangarantie. Ja, echt. En voor het volgende onderwerp gaan we naar buiten, naar onze hoofdstad. Het is maar liefst 20 voetbalvelden groot en deze week geopend. NS kan er treinen parkeren, of zoals dat heet, opstellen. Ik heb het over het nieuwe opstelterrein Westhaven. Daar is plek voor 114 rijtuigen. Op het terrein voeren monteurs de dagelijkse controles uit aan treinen en doen ze kleine reparaties. Schoonmakers kunnen er door de trein. En bijvoorbeeld internationale treinen krijgen hier catering en schoon beddengoed. Een handige plek, zo kunnen ze snel weer in de dienstregeling. Straks in NS Weekly. Raymond mengt zich in de strijd om de titel Beste Treinomroeper 2023. Wat heeft hij in huis? Maar eerst iets heel anders. Hoeveel wegwerpbekers denk je dat er dagelijks in de prullenbakken op stations verdwijnen? Maar liefst 80.000 per dag. Op jaarbasis zijn dat er zo'n 30 miljoen. Flinke aantallen en dat kon anders vinden bij NS. Bijvoorbeeld met een herbruikbare beker. Hier zie je er eentje. Om die te promoten kon je de afgelopen weken eentje grijpen op de grotere stations. Met wisselend succes. Deze reizigers hadden meer geluk. Zij besparen bij het gebruik 25 cent op bijvoorbeeld een kopje koffie op het station. Het draagt bij aan onze ambitie van afvalvrije stations. Heb je misgegrepen? Wij van NS Weekly geven zo'n herbruikbare beker weg. Laat onder deze video weten waarom jij kans wil maken op deze beker. En misschien is die dan binnenkort van jou. Of wil je er een kopen? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar kiosk of bijvoorbeeld de stationshuiskamer. En we werpen een blik op afgelopen week. Werkzaamheden van het afgelopen weekend liepen uit tussen Rotterdam en Dordrecht. Daardoor reden er tot woensdagochtend minder sprinters. Hopelijk heb je er niet al te veel last van gehad. En door naar volgende week. Ook dit weekend staan er weer diverse werkzaamheden op de agenda. Bijvoorbeeld tussen Meppel en Heerenveen en Amsterdam en Haarlem. Ga je dus op pad? Check dan voor vertrek de reisplanner. En ik zei het net al, dit is Raymond. En hij doet mee aan de nieuwe zoektocht van NS naar de beste treinomroeper van 2023. In deze competitie doen 4 kandidaten hun best om indruk te maken op de reiziger. En zo ziet de voorbereiding van Raymond eruit. Nou. Ja, geef jou dit. Ja. Jij mag je gaan voorbereiden op je omroep. Ja, en waar moet het over gaan? Ja, dat is helemaal aan jou, hè? Ik had die tekst echt eerder moeten voorbereiden. Dat is wel moeilijk hoor. Het moet meer gelachen worden. Okay. Wil je weten hoe Raymond er vanaf brengt? Kijk dan de hele video op dit kanaal. En daarmee komen we aan het einde van NS Weekly voor deze week. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Hoi!